Op zondag 18 oktober werd in het Oud Patronaat in het Beekse het eenjarig bestaan gevierd van de Baton Rouge Band. Start was erbij en maakte de volgende impressie. Vorig jaar in de Veldwachter gestaan met het debuutconcert. Dit jaar in het Oud Patronaat. Wat is er allemaal gebeurd in dat jaartijd? Ja, eigenlijk heel erg veel. We hebben heel veel nieuwe muziek gemaakt en we hebben hele leuke optredens gehad in een kort jaar. Dus ja, dat was eigenlijk super. Dus het is een heel leuk jaar geweest en eigenlijk ook heel snel voorbij gegaan. Dus opeens zijn we al een jaar bij elkaar, dus dat is heel leuk. Waarom zijn jullie dat vorig jaar eigenlijk begonnen? Waarom is die band opgezet? Ja, ik denk gewoon omdat de behoefte was aan om lekker samen te spelen. En ik denk dat het ook wel is dat het gewoon sowieso leuk is om samen te spelen, maar ook gewoon leuk is om deze muziek te maken. En ook met deze samenstelling. Dus heel veel blazers. Ik vind dat als zangeres gewoon heel erg leuk. Big band-achtig iets. Dat vind ik hartstikke leuk. Dus ze hebben mij gebeld en ze vroegen aan mij van ja, vind je dat leuk? En toen had ik zoiets van ja, kom wel eens kijken. En toen was er eigenlijk meteen een leuke klik. Nou zijn jullie vorig jaar die band begonnen. Toen hadden jullie natuurlijk een verwachting erbij. Is die verwachting ook uitgekomen of waargemaakt? Ja, mijn verwachting, en dat staat ook bij ons op de site, is ja, wat ik belangrijk vind in zingen is dat ik het leuk vind om te doen. En dat ik dat, dat vind ik ook belangrijk. En wat ook belangrijk is gewoon om dat samen te doen. En wat ik heel leuk vind aan deze band is gewoon het samenspel. We hebben een heel leuk contact. En ja, die klik die zorgt ervoor dat het gewoon een leuke band is. En dat we lekker muziek kunnen maken. Op na het tweede jaar. Absoluut. That's what you wanna do, because I'm happy now.